Met het opzetten van fondsen kunnen jongeren de volle potentie halen uit gronden die aan hen zijn uitgereikt voor onder andere de woningbouw. Dit zegt Mohamed Safiq Rajab, districtscommissaris van Kommerwijnen, over de gronden die aan enkele jongeren van het district zijn uitgegeven door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer GBB. Rajab meent dat er gewerkt moet worden aan de beschikbaarstelling van financiën, zodat jongeren de gelegenheid krijgen om eventuele bouwdromen te verwezenlijken. Ik bedoel van als je een jongere een perceel hebt gegeven en ze hebben nog niet een betere bestaande, hoe gaan ze bouwen? Dus dat men een soort fonds zoekt bouwactiviteiten te laten plaatsvinden. Want ik zeg altijd, ik zat ook bij sociale zaken, volkswoningen biedt geen soelaas. Probeer die mensen ook een eigen bijdrage te laten geven. Je geeft die perceel, maar dan blijf je coördineren. Coördineren door een fonds, dat die mensen ook een inbreng hebben, bijvoorbeeld soms met arbeid of een stukje bijdrage. Dan gaan ze de dingen zo beter waarderen. Want je ziet de meeste volkswoningsprojecten zijn zo verwaarloosd. Waarom? Omdat die mensen gratis hebben gehad. Anderen betalen misschien huur. Maar dan zie je dat er een achterstand is. Dus het gevoel van mijn eigen bijdrage is er niet. En daardoor hebben ze waarschijnlijk hun plek verzakt om dan hun woonomgeving schoon te houden. Maar als je ziet wat in Kommerwijnen nu gaat, dus ik bedoel vanwege die uitgifte van geregistreerde online registratie, dan vind ik dat je wel hun moet coördineren door via fondsen die mensen toch te voorzien van bouwactiviteiten. De districtscommissaris stelt verder dat jongeren met de creatie van fondsen gestimuleerd worden om een fundament te leggen voor de toekomst.